Hartelijke dank, mevrouw de voorzitter, voor deze flatterende inleiding. En hartelijk dank ook om mij hier te verwelkomen vannacht in deze bijzonder moeilijke omstandigheden en voor vrij dat deze lezing kan doorgaan. En dank ook aan alle leden die mij sinds 2018 welkom heten in deze academie en in het bijzonder ook aan de verschillende personen die destijds mijn voordracht als lid hebben gesteund. In deze lezing wil ik graag een bijzondere beeldoproep onder de aandacht brengen, namelijk afbeeldingen van stadsbelegeringen, een weergave dus van een stad die wordt aangevallen door een vijandelijk leger. Het is een weinig bestudeerd genre dat nogthans erg relevant kan zijn voor zowel kunst- als architectuurhistorici, als ook voor militairhistorici, historici van de cartografie, stadshistorici en stadsarcheologen. Een onderwerp, kortom, dat wellicht vele leden van deze academie kan interesseren. De verre oorsprong van dit onderzoek ligt in mijn doctoraat, dat handelde over militaire architectuur en vestingoorlog in de 16e eeuwse Nederlanden. Afbeeldingen van stadsbelegeringen waren daarbij een belangrijke iconografische bron, waarvan echter al snel bleek dat ze nog onvoldoende bestudeerd was. Hetzelfde thema kwam ook terug bij mijn onderzoek over de militaire carrière in de kunstcollectie van graaf Peter Ernst van Mansfeld, die zijn residentie in Luxemburg decoreerde met onder andere een 30-tal schilderijen van veldslagen en stadsbelegeringen. Het thema komt ook terug in mijn onderzoek naar het oeuvre van ingenieurs architecten, zoals bijvoorbeeld Pierre Poivre, die talrijke minutieuze tekeningen van belegeringen samenbracht in zijn bekende, maar nog onvoldoende bestudeerde atlas. Telkens blijkt dat deze bijzondere werken meer onderzoek vereisen, niet enkel als historische bron, maar ook als kunstwerk op zich, dat immers veel kan leren over de visuele cultuur van die periode. En momenteel werk ik aan een verzamelbundel over dit thema, en dat hopelijk later dit jaar zal verschijnen onder de titel Cities Under Siege in European Art. Een ander work in progress betreft de kritische studie van alle prenten van steden en stadsbelegeringen uitgegeven door Jeronimus Kok. Dit onderzoek heb ik aangevat naar aanleiding van de Kok-tentoonstelling in 2013 en hoop ik wel te laten voltooien. Deze choreografische prenten vormen een significant, maar slecht gekend onderdeel van Koks omvangrijke prentproductie. Bij aanvang van mijn onderzoek waren slechts een 12-tal van deze prenten van Kok gekend. Nu kan ze hier allemaal zien op het scherm. Maar dat is slechts een fractie, minder dan de helft, van Koks productie in dit domein. Zo weten we bijvoorbeeld uit het inventaris van zijn koperplaten. Veel van de prenten gingen echter verloren of zijn uiterst zeldzaam. Mijn onderzoek bracht meerdere nog onbekende prenten van Kok aan het licht en verschaft nieuwe inzichten in zijn output en werkwijze, in zijn bronnen en wisselwerking met andere prentenmakers in Italië en elders. Hiervan zal ik straks enkele voorbeelden bespreken. Een van deze voorheen onbekende prenten bijvoorbeeld is deze derde staat van zijn beroemd gezicht op Antwerpen, met links de nieuwe citadel toegevoegd, en dat samen met nog veel andere zeldzame varianten toelaat om de genealogie van een hele prentenfamilie te reconstrueren. Een andere vondst was deze kaart van het beleg van Boulogne, die 1549 gedateerd is, en dus een van Kok's allervroegste prenten. Ook nog totaal onbekend waren deze twee prenten van de belegeringen van Terbaan en Hesdin, die weliswaar geen auteur of jaartal vermelden, maar die ik nu zo goed als zeker toch kan toeschrijven aan Kok. En hierbij horen ook nog enkele prenten die vandaag verloren zijn, zoals bijvoorbeeld deze tekening van het beleg van Ranty, die zeer waarschijnlijk gekopieerd werd naar een verloren prent van Kok. Het album waarin deze tekening zich bevindt is overigens erg interessant en zodoende ook voorwerp van mijn onderzoek. Het album, bewaard in de KBR, werd samengesteld begin 17e eeuw en bevat 169 tekeningen van veldslagen en belegeringen. Een belangrijke vaststelling is dat veel van deze tekeningen werden gekopieerd naar prenten. Dit zijn er al twee die duidelijk werden gekopieerd naar prenten van Kok. En dit zijn er nog drie andere, ook naar Kok.
Ik veronderstel dan ook dat alle tekeningen in het album werden gekopieerd naar prenten, maar dat sommige van deze prenten vandaag verloren zijn. Het album kan dus eigenlijk gezien worden als een soort grafische inventaris van een vroeg 17e eeuwse prentencollectie. En inderdaad, mijn eerdere hypothese dat deze tekening in het album van een beleg van Centauro in Piemonte wellicht gekopieerd werd naar een verloren print van Kok, werd recent ook bevestigd door de vondst van de print in kwestie. Ook hier gaat het om een uniek exemplaar van een uiterst zeldzame print die voor zover ik weet nog totaal onbekend is. En ik wil hier graag Joris van Grieken bedanken die me de foto van deze print heeft bezorgd. Het album bevat zeker nog andere kopies van belangwekkende, maar verloren prenten, niet alleen van Kok. Zo bijvoorbeeld werd deze tekening van de Slag bij Pavia ongetwijfeld gekopieerd naar een print die vandaag onbekend is, maar die wellicht ook model heeft gestaan voor de gekende schilderijen van Pavia. Goed, deze inleidende situering diende eigenlijk enkel om de omvang en het belang van deze beeldcategorie kort te illustreren. Mijn lezing van vandaag echter zal zich meer specifiek toespitsen op één wel bepaalde kleine groep van belegeringsprenten, namelijk deze die expliciet beweren naar het leven of ad vivum te zijn gemaakt. Deze zijn immers extra interessant, enerzijds omdat ze potentieel betrouwbaarder zijn als historische bron uit de eerste hand, anderzijds omdat ze de betekenis van het complexe begrip ad vivum kunnen verhelderen, ook voor andere domeinen van de visuele cultuur. Mijn voordracht, die oorspronkelijk vorig jaar in april zou plaatsvinden, werd uitgesteld door corona, is gebaseerd op mijn bijdrage aan dit recente boek. Ondertussen hebben sommigen van jullie deze publicatie misschien al gelezen, maar ik zal ook enkele nieuwe dingen kunnen tonen ondertussen. Straks zal ik enkele concrete voorbeelden bespreken, maar eerst wat algemene observaties. De term ad vivum, of het equivalent naar het leven, o viv, al vivo, heeft zoals bekend minstens drie betekenissen. Ten eerste kan ad vivum betekenen dat de afbeelding naar het leven werd getekend via directe waarneming door een ooggetuige. Ten tweede kan ad vivum ook betekenen dat de afbeelding levensecht is en een accurate, betrouwbare gelijkenis toont, ongeacht of deze door een ooggetuige werd gemaakt of niet. Ten derde kan ad vivum ook betekenen dat de afbeelding levendig is, in de zin van levend. Een portret bijvoorbeeld dat lijkt te leven, het is vitaal geanimeerd, vol leven. Ik ga verder niet uitweiden over dit complexe begrip en meteen focussen op één welbepaalde beeldcategorie, de stadsbelegering dus, om te bekijken hoe dan de term ad vivum gebruikt wordt en wat dit zegt over die drie betekenislagen, naar het leven, levensecht en levendig. Portretten van belegerde steden zijn een ongebruikelijk, maar erg relevant onderwerp voor onderzoek naar de term ad vivum. Een afbeelding van een belegerde stad doet per definitie namelijk twee dingen. Het geeft een topografisch gezicht op een stad en een visueel verslag van een gebeurtenis. Ze is dus zowel descriptief als narratief. Deze tweeledige inhoud leidt meteen tot de volgende vraag. Als een portret van een stadsbelegering beweert naar het leven te zijn gemaakt, slaat deze bewering dan op het stadsgezicht, of op de afgebeelde gebeurtenissen, of op beide? En daarmee samenhangend, bij het afbeelden van een belegerde stad, stelt zich steeds een dubbel probleem van tijd en van ruimte. Beide moeten namelijk gecomprimeerd worden. De meeste ad vivum afbeeldingen stellen objecten voor die relatief klein zijn en onbeweeglijk. Planten, insecten, menselijke gezichten, kostbare voorwerpen, gebouwen enzovoort. Deze kunnen bij gevolg geportretteerd worden ongeveer zoals een stilleven. Het onderwerp wordt geobserveerd vanuit een vast gezichtspunt
en in een korte tijdspanne en kan al dus gereproduceerd worden zoals het voor het oog verschijnt. Een stadsbelegering daarentegen is een veel te grootschalig en veranderlijk onderwerp om op deze recht toe, recht aan manier te kunnen worden vastgelegd. Hier zijn meerdere opnames voor nodig vanuit verschillende gezichtspunten en op verschillende momenten in de tijd. Deze werkwijze werd trouwens expliciet zo omschreven door bijvoorbeeld Giorgio Vasari in verband met het bekende fresco van hem en Jan van der Straat van het beleg van Firenze. Nu, wat de weergave van de ruimte betreft, de meeste topografische afbeeldingen naar het leden bieden een gezicht op een landschap of gebouw of stadsdeel gezien vanuit één vast standpunt. Dat is bijvoorbeeld zo bij de gezichten op Romeinse ruïnes en Brabants boerderijen in de bekende prentenreeksen van Kok uit de jaren 50, die, zoals de titelpagina zegt, ad vivum naar het leven werden getekend. En dat is ook zo bij de talrijke perspectiefgezichten op individuele straten of pleinen die later ontwikkelen tot het aparte genre van de vedute. Een typische afbeelding van een stadsbelegering daarentegen geeft niet slechts een deel van de belegerde stad weer, maar de stad als geheel en meestal ook nog het omliggende land. Nu is het in theorie misschien mogelijk om een gehele stad te aanschouwen vanuit een ver en hoog gelegen gezichtspunt, maar zo'n ideaal gezichtspunt was in de praktijk voor de verovering van het luchtruim zelden beschikbaar. Zelfs vanuit een hoge toren of van op een nabije heuvel blijft de globale vorm van een stad onzichtbaar. Het afbeelden van een stad in haar geheel vereist daarom talrijke voorbereidende schetsen vanuit verschillende observatiepunten. Een vogelvluchtgezicht mag dan wel de illusie wekken dat de gehele stad wordt gezien vanuit één enkel gezichtspunt, hoog in de lucht. Maar in werkelijkheid is het een kundige assemblage van vele fragmentaire opnames genomen vanuit verschillende standpunten op de grond. Het beeld komt niet overeen met de optische waarneming. Bijgevolg is de waarheidsgetrouwheid van het beeld niet verifieerbaar door de toeschouwer. Toch worden zulke onnatuurlijke stadsgezichten soms ook aangeduid als getekend ad vivum. Zoals bijvoorbeeld het beroemde gezicht op Antwerpen van Romoliensis, dat expliciet verklaart dat de stad met geometrische methodes werd opgemeten en opgetekend naar zijn levende gelijkenis, ad vivam simul pugnam. Deze kundige, kunstige fusie van mathematisch meetwerk en picturale visie zien we overigens ook in de imposante prentenreeks van de termen van Diocletianus, die, volgens de begeleidende tekst, ad vivum werd opgetekend door architect Sebastiaan van Nooyen in Rome rond 1550 en later uitgegeven door Kok. Nu wat de weergave van de tijd betreft. Een beleg omvat een veelheid aan operaties, troepenbewegingen, opbouw van legerkampen, aanleg van loopgraven, ontplooiing van artillerie, bestorming van de omwalling enzovoort, die zich uitspreiden over meerdere weken of zelfs maanden. Dit alles getrouw weergeven vereist meerdere opeenvolgende momenten van observatie van de voortdurend veranderende situatie, opeenvolgende snapshots van de gebeurtenissen die daarna kunnen worden gecondenseerd in één enkele scène of een sequentie van enkele scènes, ten einde het beleg in zijn totaliteit voor te stellen. Vanzelfsprekend komen dergelijke narratieve constructies evenmin overeen met de directe visuele waarneming. Kortom, om de enorme hoeveelheid topografische en chronologische gegevens van een beleg te distilleren tot een leesbare afbeelding, is er heel wat spatiale en temporele compressie nodig. De term ad vivum, wanneer toegepast op kleine statische objecten, zoals planten, kan soms betekenen dat er een directe één-op-één relatie is tussen het onderwerp en het beeld. Bij beelden van stadsbelegeringen kan dat nooit het geval zijn.
Deze zijn altijd in grote mate vormgegeven door artistieke bemiddeling. De noodzaak om tijd en ruimte te condenseren kan dan bijvoorbeeld leiden tot excentrieke beeldformaten, zoals hier een langwerpige horizontale strook of een cirkelvormig gezicht van 360 graden. Een duidelijke indicatie dat deze beelden niet zomaar transcripties zijn van de realiteit, maar fabricaties. Dus zelfs een belevingsgezicht dat beweert naar het leven te zijn getekend, reproduceert dus niet gewoon wat het oog ziet, maar is mede gevormd door mentale concepten uit de geest. Het resulterende beeld kan dan wel geloofwaardig en levensecht lijken, maar het toont iets dat in het echte leven nooit gezien kan worden. Zo dus moet een ad vivum statement op een belevingsprent niet begrepen worden als een claim dat het onderwerp is weergegeven zoals het aan het oog verschijnt, maar eerder als een meer algemene verklaring van authenticiteit en betrouwbaarheid die bevestigt dat het beeld geen verzinsel is, maar gebaseerd, direct of indirect, op waarneming uit de eerste hand en dus geloofwaardig. Deze betekenis is nauw verwant aan deze van het zogenaamde counterfeitsel of imago contra facta en inderdaad hanteren portretten van stadsbelegingen vaak de dubbele formule gecounterfeit naar het leven. Beide termen, contrafactum en ad vivum, zijn doorgaans deel van een bredere strategie om de autoriteit van een trend te verhogen. Soms worden ze daarom ook nog vergezeld van andere indicatoren van directe waarneming, zoals notities over de lokale topografie, de afbeelding van een ooggetuige of tekenaar op de voorgrond, of een schaalstok met bijhorende meetinstrumenten om te tonen dat de afbeelding werd gebaseerd op in situ opmeting. Tegelijkertijd echter, impliceert ad vivum niet alleen waarneming uit de eerste hand, maar ook levensecht in de zin van levendig of tot leven gebracht. In een boek met stadsportretten van Antoine Dupinet van 1564 bijvoorbeeld, worden de termen portrait au vif en vif portrait gewoon door elkaar gebruikt. Portrait au vif en vif portrait. Een portret naar het leven is dus een levendig portret. Het brengt de stad tot leven voor de toeschouwer die dan, zoals men zei, de werkelijke plaats voor zijn ogen kan zien, alsof hij er zelf aanwezig is. Hetzelfde werd ook over belegeringsgezichten gezegd. Zo bijvoorbeeld verklaart een Engels bijschrift bij een gravure van het Beleg van Breda in 1624: "Herein you may with the eye behold the siege in a manner as lively as if you were an eyewitness." Zoals gezegd biedt elke belegeringsprent zowel een verslag van een historische gebeurtenis als een topografisch stadsgezicht. Bij gevolg is de belegeringsprent nauw verwant aan twee andere genres, enerzijds de nieuwsprent en anderzijds het gedrukte stadsportret. Wel nu, ik wil hier graag aanvoeren dat het portretteren van belegeringen een miskende, maar erg belangrijke motor is geweest achter de ontwikkeling van deze beide genres. Over nieuwsprenten. Ten eerste ga ik kort zijn. Als visueel verslag van een actuele gebeurtenis appelleerden belegeringsprenten aan de ontluikende markt voor grafische nieuwspublicaties. Sinds de vroege 16e eeuw werden steeds meer geïllustreerde pamfletten en losse nieuwsprenten gedrukt om het publiek een visueel verslag te bieden van nieuwswaardige gebeurtenissen, zoals miraculeuze geboortes, gruwelijke misdaden, ceremoniële processen of astronomische fenomenen. De populairste onderwerpen voor deze losbladige nieuwsprenten echter waren veldslagen en stadsbelegeringen. Vanaf de jaren 1520 al
was het portretteren van eigentijdse belegeringen een veel voorkomend onderwerp van Duitse nieuwsprinten en ook in latere reeksen zijn stadsbelegeringen alomtegenwoordig. Bijvoorbeeld in de Cavant Tableau van Tortorel en Pellissin over de Franse godsdienstoorlogen, uitgegeven in Genève in 1570, of ook in de meer dan 400 nieuwsprinten van de Nederlandse opstand, uitgegeven door Hogenberg in Keulen na 1570. Portretten van eigentijdse belegeringen stonden kortom centraal in de ontwikkeling van de geïllustreerde nieuwsprint en de grafische journalistiek tot een volwaardig genre. Idem voor stadsportretten. Belegeringsprinten zijn uiteraard nauw verwant aan het domein van de stedelijke cartografie. Wel nu, ik wil hier nadrukkelijk betonen dat belegeringsprinten niet gewoon een nevenproduct waren van gewone stadsportretten, zoals vaak wordt aangenomen, maar wel in tegendeel. Het portretteren van eigentijdse belegeringen was een belangrijke katalysator voor de stedelijke cartografie in het algemeen en voor de opkomst van het gedrukte stadsportret in het bijzonder. Om drie redenen. Ten eerste, van talloze steden werd het vroegst bekende nauwkeurige portret of plan getekend naar aanleiding van een belegering. Ten tweede zijn zowat de helft van alle oudste gegraveerde stadsportretten in feite portretten van stadsbelegeringen. Dat is zo voor de stadsportretten die als losse prenten werden verkocht, zoals bijvoorbeeld deze uitgegeven door Koch. Jeronimus Koch heeft minstens 30 verschillende stadsgezichten gepubliceerd, wel nu meer dan de helft hiervan waren geen gewone stadsportretten, maar afbeeldingen van eigentijdse belegeringen. En hetzelfde geldt voor de gedrukte stadsportretten die samen met andere gegraveerde kaarten werden gebundeld in de allereerste atlassen, die werden samengesteld in Venetië en Rome in de jaren 1560. Telkens stellen zowat de helft van de stadsportretten eigenlijk belegeringen voor. En ten derde, het aandeel van belegeringen was in feite nog groter, want veel van de gewone stadsportretten die werden opgenomen in de stedenboeken van Sebastiaan Münster, Antoine Dupine, Braun en Hogenberg enzovoort, waren in werkelijkheid adaptaties van bestaande belegeringsprinten. Zo bijvoorbeeld stond Koks belegeringsprint van Siena model voor het stadsportret bij Braun en Hogenberg. Ook een portret van La Rochelle was gebaseerd op een nieuwsprint van het beleg van de stad. Dit zijn slechts twee willekeurige voorbeelden, er zijn er nog vele andere. Inderdaad, heel vaak werd een nieuwsprint van een recente stadsbelegering vervolgens omgewerkt tot een gewoon stadsportret, eenvoudigweg door alleen het stadsgezicht te kopiëren en de militaire operaties weg te laten. Neem nu bijvoorbeeld dit gezicht op Le Havre, Havre Neuf, uitgegeven door Koch in 1563. Volgens het titelopschrift is dit een waar portret, een vera effigies, van de stad. Er is geen enkele verwijzing in deze print naar een historische gebeurtenis en bijgevolg is dit altijd beschouwd als een gewoon stadsgezicht. Maar in feite is Koks print gekopieerd naar een Franse nieuwsprint van het beleg van Le Havre, die eerder dat jaar in Parijs was gedrukt. Deze Franse houtsnede is uiterst zeldzaam en nog onbekend en onbestudeerd. Volgens het titelopschrift is het een waar portret, een vrai portrait, van de belegerde stad en het biedt inderdaad een overtuigend, zij het eigenlijk schematisch, gezicht op de gebeurtenis dat duidelijk geïnformeerd is door directe waarneming. Dat wordt ook bevestigd door de bijhorende tekst die de exacte plaats en tijd ervan vermeldt. Du camp devant Le Havre, le 28 juillet, à 8 heures du soir. Deze nieuwsprint van een specifieke gebeurtenis werd wellicht om commerciële redenen door Koch omgevormd tot een gewoon stadsportret. Het beeld werd daarbij grondig aangepast. De Franse houtsnede focuste uiteraard op de Franse militaire operaties en beeldde de stad daarom af vanaf de landzijde.
Kok daarentegen toont Le Havre vanaf de waterkant om het voornaamste wezenskenmerk van de stad, de haven, op de voorgrond te plaatsen. Het gezichtspunt werd met andere woorden 180 graden gedraaid, van noord naar zuid, en hoe dit juist werd klaargespeeld is opmerkelijk. Het oorspronkelijke beeld werd simpelweg ondersteboven gedraaid en vervolgens werd dan ook de perspectiefwerking van het stadsgezicht gewoon omgekeerd. De eigenlijke inhoud van het stadsgezicht bleef verder ongewijzigd. Wel werd de graad van detail schijnbaar verhoogd door de overgang van houtsneden naar het fijnere medium van de kopergravuren. De legertroepen, artilleriebatterijen en de andere onderdelen van de belegeringsoperaties werden allemaal weggelaten. Maar enkele militaire kenmerken zijn nog steeds zichtbaar. De oorlogsschepen op de Seine, de kanonnen op de bastions en het tracé van de nieuwe fortificaties. Ondanks deze wezenlijke aanpassingen wordt de afbeelding door Kok nog steeds aangeprezen als waarheidsgetrouw en Vera Effigies depicta genuina delineatio. Hoe dan ook is duidelijk, in dit geval, maar ook in veel vergelijkbare gevallen, dat het stadsportret zijn bestaan dankt aan een eerder uitgegeven belegeringsprint. Veel afbeeldingen van steden en belegeringen noemen zichzelf inderdaad, zoals hier, een waar portret, een Vera Effigies of vrai portrait, een vero ritratto enzovoort. Slechts enkele hiervan echter voegen daar expliciet aan toe dat ze naar het leven zijn getekend. En nog zeldzamer zijn gevallen waarbij deze bewering effectief gestaafd wordt door bewaarde tekeningen van de ooggetuigen in kwestie. Een uitzonderlijk voorbeeld van een ooggetuigentekening is dit tot nog toe onbekend gebleven panorama op het beleg van Metz door Karel V in 1552. Deze tekening in de British Library is daar foutief gecatalogeerd als het beleg van Valenciennes in 1567, maar ik kan het met zekerheid identificeren als Metz. De tekening is meer dan 1,5 meter breed. Ze toont in de achtergrond een gedetailleerd profiel uit het zuiden van de stad Metz. Die wordt gebombardeerd door de keizerlijke artillerie, terwijl de voorgrond een wijds overzicht biedt op de ruime omgeving en de verschillende legerkampen. Tekeningen als deze werden gewoonlijk in situ gemaakt door vakkundige tekenaars, zoals militaire architecten, schilders of topografen, en vervolgens naar het hof opgestuurd om de autoriteiten te informeren over de voortgang van de militaire operaties. De onbekende auteur van deze tekening was ongetwijfeld een Zuid-Nederlandse tekenaar in dienst van de keizer. De tekening werd wellicht vanuit het keizerlijke kamp voor Metz naar het hof in Londen opgestuurd door de Engelse ambassadeur Robert Esham. Op hetzelfde moment werd vanuit hetzelfde kamp bij Metz een gelijkaardige tekening naar het hof in Brussel gezonden. Dit portret van het beleg was in situ getekend door de architect Sebastiaan van Nooyen, die kort daarvoor nog in Rome de termen van Diocletianus ad vivum had opgetekend. Van Nooyens tekening van Metz is helaas niet bewaard, enkel zijn begeleidende brief, en daarin belooft hij later ook nog een meer nauwkeurig opgemeten plan op te sturen. Een autre portrait en plateforme, mesuré à la manière d'une carte. Ooggetuigentekeningen als deze konden vervolgens als basis dienen voor prenten of schilderijen. In het geval van Metz is dat natuurlijk nooit gebeurd, omdat dit beleg voor de keizerlijken op een desastreuze nederlaag is uitgedraaid. Er zijn enkel Franse prenten van het beleg gekend. Hoe dan ook, ooggetuigentekeningen als deze waren erg waardevol voor prentenmakers. Dat wordt aangetoond door het bekende privilegeverzoek dat Hans Liefrink in 1543 aan de keizer richtte
om zijn print van het beleg van Heinsberg te laten beschermen tegen plagiaat door kopiisten. Lieferings houtsnede van het beleg van Heinsberg is helaas verloren gegaan, maar deze nog onbekende tekening is wellicht verwant aan Lieferings verloren print. Het privilegeverzoek van Liefering, een van de meest productieve printuitgevers van die tijd, is om meerdere redenen verhelderend. Het bevestigt om te beginnen dat belegeringsprinten al zeer snel na de feiten werden vervaardigd. De ontzetting van Heinsberg door het keizerlijke leger vond plaats op 22 juni en reeds 2 maanden later, op 20 augustus, keurden de keizerlijke autoriteiten Lieferings privilegeverzoek voor zijn print van het beleg goed. Lieferings verzoek suggereert bovendien dat zijn houtsnede van het beleg van Heinsberg was gebaseerd op een ad vivum tekening, aangeleverd door het schilder. Ik denk trouwens dat deze schilder wellicht Cornelis Antonis was, maar daarover kan ik nu niet in detail treden. Lieferings reden om een exclusiviteitsprivilege aan te vragen was nu juist dat zijn printen waren gebaseerd op tekeningen gemaakt naar het leven door ooggetuigen die hij daarvoor moest betalen en dat zijn printen nu zomaar werden gekopieerd door andere printenmakers. Interessant is dat Lieferink in hetzelfde verzoek eveneens een privilege aanvroeg voor een portret van de keizer en van andere figuren die naar het leven waren getekend, au vif, en dus levensecht leken, fort ressemblant au vif. En Lieferink maakt daarbij geen onderscheid tussen het belegeringsgezicht en de andere portretten wanneer hij zegt dat deze 100 keer nauwkeuriger en levensechter zijn dan de inferieure kopieën gemaakt door zijn concurrenten. Lieferink stelt de kwaliteit van zijn gedrukte portretten, portretten van mensen en van stadsbelegeringen, hier duidelijk gelijk aan hun levensechtheid. 4 jaar later trouwens, in 1547, ontvangt Lieferink opnieuw een privilege voor een ad vivum print, dit keer van de slag bij Mühlberg, maar ook deze print is verloren gegaan. De printen zelf zijn dan wel verloren, maar deze 2 privileges van Lieferink tonen duidelijk aan dat ad vivum printen van veldslagen en stadsbelegeringen reeds courant waren in de jaren 1540. Dat wil zeggen, reeds een kwart eeuw voor de opstand tegen Spanje een ware stortvloed aan militaire nieuwsprenten op gang bracht. De belegeringsprenten van de 80-jarige oorlog zijn dan wel veel talrijker en veel bekender. Het genre van de ad vivum belegeringsprent ontstond echter al veel vroeger, wellicht in de jaren 1520-1530. Vanaf die jaren was keizer Karel haast voortdurend in oorlog met Frankrijk, zowel in Noord-Italië als in het Nederlands-Franse grensgebied en met de Ottomanen. Aan grote wapenfeiten zoals de slag bij Pavia in 1525 en de verovering van Tunis in 1535 werden talloze afbeeldingen gewijd in diverse media, van printen tot schilderijen en wandtapijten. Naar het voorbeeld van een trend die eerst tot uiting kwam in de Duitse kunst, vertonen deze werken een toenemende aandacht voor waarheidsgetrouwe verslaggeving. De magnifieke in Brussel geproduceerde tapijtreeksen van Pavia en Tunis belichamen de revolutie die het genre destijds onderging door de vernieuwende aandacht voor narratieve en topografische nauwkeurigheid gebaseerd op directe waarneming. Dat wordt trouwens expliciet zo vermeld op het eerste tapijt van de Tunisreeks, waar te lezen staat: in deze werken worden de feiten zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven en hierbij krijgt topografische precisie voorrang op het picturale. Ik zal nu de vroegst bekende ad vivum printen van stadsbelegeringen uit de Lage Landen kort bespreken. Het zijn er 6 in totaal, 6 printen. Dit kleine aantal zegt echter niets over de populariteit van dit soort printen in de tijd zelf. Het zegt enkel dat heel veel van deze printen verloren zijn gegaan. Dat blijkt ook uit het opvallende feit dat de 5 oudste van deze 6 printen allemaal unica zijn,
Printen dus waarvan slechts één afdruk bewaard is gebleven. Een intrigerend vroeg voorbeeld is deze ingekleurde houtsnede van het Sforza-kasteel in Milaan, die voor zover ik weet onbestudeerd is. De print is anoniem en ongedateerd. Het enige exemplaar bevindt zich in het Rijksmuseum. De enige tekst op de print is het titelopschrift dat zegt: dit is het slot van Milaan, geconterfeit na het leven. We zien inderdaad een vrij nauwkeurig vogelvluchtgezicht op het gebouw. De print is dan ook gecatalogeerd als een gewoon portret van het kasteel en gedateerd rond 1550. Maar in de linkerbovenhoek zien we duidelijk een legerkamp en artilleriebatterijen, wat erop wijst dat dit gezicht op het Sforza-kasteel werd vervaardigd naar aanleiding van een beleg, waarschijnlijk dat van 1525. Mogelijk werd de houtsnede zelf pas later gedrukt, maar al sinds voor 1547, want dan verschijnt er een kopie van in Nuremberg in het architectuurtractaat van Walter Brivius. Interessant is dat deze Duitse kopie wel verklaart dat ze een trouwe gelijkenis is van het kasteel, eigentliche contrafactuur, maar niet dat ze naar het leven werd gemaakt. Een nog intrigerender voorbeeld is deze opmerkelijke houtsnede van het beleg van Terwaan, gemaakt door de schilder, printmaker en cartograaf Cornelis Antoons. Opnieuw bevindt het enig bekende exemplaar zich in het Rijksmuseum. De stad Terwaan, Terouan, was een Franse enclave in het graafschap Artois, op een strategische positie in de Nederlands-Franse grenszone en werd meermaals belegerd en veroverd. Hier wordt de stad gezien vanuit het noordwesten. De voornaamste gebouwen, zoals de beroemde kathedraal, het bisschoppelijk paleis en nog andere kerken en abdijen, zijn allemaal duidelijk herkenbaar. De stadsmuren met de imposante ronde artillerietorens worden beschoten vanuit drie verschillende artilleriebatterijen, terwijl in het zuiden, nabij de Leien, een explosie plaatsvindt. De onderste helft van de afbeelding biedt een breed panorama op het tentenkamp van de belegeraars, met daarin de gebruikelijke details die het leven in het kamp weergeven, zoals kokende vrouwen rond een vuur of een soldaat die zich ontlast. In tegenstelling tot de topografie zijn deze levendige details zeker niet gebaseerd op directe waarneming. Het zijn conventionele clichés van het genre. Zo bijvoorbeeld komt het figuurtje van de gehurkte soldaat die zijn gevoeg doet vaak terug in andere tekeningen en prenten van belegeringen, bijvoorbeeld in deze van het beleg van Neuss van 1475 en het beleg van Münster in 1535. Het komt ook nog terug in een print van het legerkamp van Karel V bij Ingolstadt in 1646 bijvoorbeeld. Bovendien is deze figuur, het zogenaamde kakkertje, natuurlijk een bekend terugkerend element ook in andere beeldgenres, onder meer in het werk van Patinier, Bruegel en Kok. Het opvallende titelopschrift van de print verklaart: dit is het beleg van Terwaan, geconterfeit na het leven. Omdat er nergens een jaartal wordt vermeld, is echter niet meteen duidelijk welk beleg van Terwaan hier juist wordt geportretteerd. Kunsthistorici hebben tot nu toe altijd aangenomen dat deze print het beruchte beleg van 1553 voorstelt, dat leidde tot de totale verwoesting van de stad Terwaan. Met deze datering zou deze print het laatste gedocumenteerde werk van Cornelis Antoons zijn en bij gevolg hanteren kunsthistorici unaniem de datum van dit beleg
juni 1553, als terminus postquem voor het overlijden van Antonis. Deze late datering heeft vele vorsters ook doen geloven dat Antonis deze print niet echt zelf naar het leven heeft getekend, maar heeft gekopieerd naar bestaande afbeeldingen. In werkelijkheid echter toont deze print niet het beleg van 1553, maar het veel minder bekende vroegere beleg van Terwaan in 1537. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de namen van de kapiteins die worden vermeld op de print en uit verschillende details van de militaire operaties, zoals de cavalerie-schermutseling in de rechterbovenhoek en ook uit de posities van de artilleriebatterijen enzovoort. Deze nieuwe identificatie van het onderwerp van de houtsnede heeft belangrijke gevolgen. Om te beginnen is dit dus niet Antonis' laatste werk, maar integendeel een van zijn vroegste werken. De datum van Antonis' overlijden moet dus ook worden herzien. En wat ons hier het meest aanbelangt, het betekent ook dat deze afbeelding wellicht wel naar het leven werd getekend door een ooggetuige tijdens het beleg en niet werd gekopieerd naar andere afbeeldingen. Dit past ook veel beter in de carrière van Antonis. Het was immers precies in deze jaren, rond 37, dat Antonis ook nog andere cartografische werken maakte die zeker gebaseerd waren op persoonlijk in situ opmetingswerk en die ook zijn gelinkt aan Karel V. Onder meer zijn beroemde gezicht op Amsterdam en geschilderd in 38 en 6 jaar later gedrukt. Het schetsboekje in Berlijn, dat recent is toegeschreven aan Antonis en gedateerd rond 1520-35, illustreert hoe de jonge kunstenaar het tekenen naar het leven beoefende. Dat Antonis' print van Terwaan direct of indirect is gebaseerd op in situ schetsen, blijkt duidelijk uit de nauwkeurige weergave van de topografie en de militaire operaties. Dat deze in situ schetsen door Antonis zelf werden gemaakt, kan niet worden bewezen, maar is wel waarschijnlijk. Er zijn immers geen vroegere prototypes bekend. Wel bestaan er 4 andere werken, 2 schilderijen en 2 prenten, die ongeveer hetzelfde gezicht op Terwaan tonen. Maar mijn onderzoek wees uit dat deze alle 4 gebaseerd zijn op Antonis' print en niet omgekeerd, en dit in tegenstelling tot wat voorheen algemeen werd aangenomen. Antonis' print is met andere woorden de oudste en meest oorspronkelijke afbeelding van de hele groep. Het eerste van deze 4 werken is de zogenaamde Battle of the Spurs in de Royal Collection, dat de beroemde veldslag voorstelt die plaatsvond nabij Terwaan in 1513. Het anonieme schilderij draagt als opschrift de Bataille of Spurs anno 1513 en wordt meestal dan ook 1513 gedateerd of iets later. Het gezicht op Terwaan in de achtergrond is duidelijk verwant aan de print van Antonis. En dit schilderij is in de literatuur dan ook vaak aangeduid als de bron waarop Antonis zijn print zou gebaseerd hebben. Maar deze datering en volgorde is erg onwaarschijnlijk. Het is veel aannemelijker dat het schilderij pas een kwart eeuw later werd vervaardigd, net zoals andere commemoratieve schilderijen van Hendrik de VIII, zoals The Embarkation at Dover en The Field of the Cloth of Gold, die gebeurtenissen van 1520 afbeelden, maar pas een kwart eeuw later werden geschilderd. En het is veel aannemelijker dat het schilderij niet de bron was van Antonis' print, maar in tegendeel op deze print werd gebaseerd. Deze nieuwe interpretatie verklaart ook 2 anomalieën in het schilderij. De eerste betreft de topografie. Terwaan wordt op het schilderij gezien vanuit het noorden, terwijl de Battle of the Spurs op de voorgrond in werkelijkheid plaatsvond aan de andere kant van de stad. De tweede anomalie is een anachronisme. Terwaan wordt op het schilderij afgebeeld met zijn nieuwe stadsomwalling, herkenbaar aan de dikke, ronde geschutstorens,
maar deze werden pas gebouwd na de Engelse verovering in 1513, die hier wordt voorgesteld. Beide anomalieën kunnen eenvoudig verklaard worden als we aannemen dat de schilder de print van Antonis van 1537 als model heeft gebruikt voor zijn gezicht op de stad. Het tweede werk is een recent aan het licht gekomen ongedateerd schilderij, toegeschreven aan Henri met de Bles. Het toont de belegering van een stad door een keizerlijk leger. Hoewel niet geïdentificeerd en bovendien gesitueerd in een imaginair rotsachtig landschap, is deze belegerde stad duidelijk te herkennen als Terwaan. De ondertekening van het schilderij bewijst dat het werd gekopieerd naar de print van Antonis. Dit werd ook bevestigd door de recente analyse van het schilderij door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. En ik wens hier Christina Curie te danken voor het delen van deze onderzoeksresultaten en de afbeeldingen. Het schilderij is echter wezenlijk anders dan de print van Antonis, want het is klaarblijkelijk niet bedoeld als afbeelding van een specifieke historische gebeurtenis, maar veeleer als een generische belegeringsscène. De print diende enkel als inspiratiebron en werd vrijelijk en erg fantasievol aangepast om een gefictionaliseerde scène te tonen van een keizerlijk leger dat een niet-specifieke stad belegert. Dat blijkt uit het weglaten van identificerende opschriften en uit de toevoeging van allerlei verzinsels, zoals het fantasielandschap, en zoals de fictieve namen en fictieve wapenschilden op de legertenten. Ook het ogenschijnlijke portret van keizer Karel te Paard op de voorgrond is een verzinsel van de schilder. Het komt niet voor op de print van Antonis. De keizer was immers niet aanwezig bij de leg van Terwaan, nog in 37, nog in 53. Het schilderij is dus geen betrouwbare weergave van het beleg van Terwaan, en het tracht dat ook niet te zijn, integendeel. Wellicht was het veeleer bedoeld als een ironisch commentaar op de vele oorlogen van de keizer. De twee prenten tonen beide het latere beleg van Terwaan in 1553. De ene is een ingekleurde houtsnede gedrukt in Straatsburg. De andere is een weinig bekende ets, waarvan ik inmiddels 3 exemplaren heb opgespoord. Deze ets vermeldt geen jaartal, maar toont zeker het beleg van 53. Ze is ook ongesigneerd, maar moet volgens mij worden toegeschreven aan Kok. De twee prenten tonen dezelfde scène. De ene was wellicht gebaseerd op de ander. Hoewel ze dus beide het beleg van 53 voorstellen, zijn ze toch gebaseerd op Antonis' houtsnede van 37. Het prototype van Antonis werd echter geactualiseerd om de gebeurtenissen van 53 weer te geven. Zo bijvoorbeeld zijn de artilleriebatterijen nu op andere plaatsen gepositioneerd, is er een opvallende pres in de stadsmuur en is de torenspits van de kathedraal ingestort. Deze aanpassingen komen exact overeen met de historische feiten van het beleg van 53 en zijn zeker gebaseerd op in situ waarneming. Het is echter mogelijk dat deze aanpassingen louter op basis van verbale, eerder dan visuele informatie is gebeurd. Dat deze aanpassing dus louter op basis van verbale eerder dan visuele informatie is gebeurd, want de update omvat enkel narratieve elementen, terwijl de topografie, het stadsgezicht, niet werd geactualiseerd. Er ontbreekt bijvoorbeeld een belangrijk bastion dat na het beleg van 37 was gebouwd. Met andere woorden, hoewel deze twee beelden het beleg van 53 accuraat weergeven, werden zij mogelijk vervaardigd zonder hulp van tekeningen door een ooggetuige. Al wat de ontwerper van deze prenten nodig had,
was een exemplaar van de oudere print van Antonis en een betrouwbaar verbaal ooggetuigenverslag om de afbeelding aan te passen waar nodig. Elk van deze vier werken is dus een latere adaptatie van de houtsnede van Antonis. En het is opnieuw opmerkelijk dat geen enkele van deze latere adaptaties beweert naar het leven te zijn gemaakt. Er is nog één andere belegeringsprint van Antonis bewaard en ook deze verklaart naar het leven te zijn gemaakt. Het enige bekende exemplaar bevindt zich opnieuw in het Rijksmuseum. De print is weinig bestudeerd. Het is een ingekleurde houtsnede getiteld De Stad van Aalgier, gesigneerd door Antonis en gedrukt in Amsterdam door Jan Ewouds in 1542. Deze titel en datum zijn echter misleidend, want deze print toont niet gewoon de stad Algiers, maar het beleg van Algiers in oktober 1541 door het leger van Karel V. De weergave van de topografie en de bijhorende opschriften tonen aan dat deze print is gebaseerd op in situ waarneming, maar of dit door Antonis zelf is gebeurd, blijft een open vraag. De bewering op de print dat deze werd geconterfeit na het leven, is tot nog toe kritiekloos geaccepteerd door kunsthistorici en door historici van de cartografie, die enkel op basis van deze inscriptie aannemen dat Antonis met de keizerlijke vloot mee naar Noord-Afrika is gereisd en een ooggetuige was van de belegering van Algiers. Ook al is hiervoor geen enkel ander bewijs. Deze veronderstelling, hoewel dus onbewezen, lijkt mij echter wel aannemelijk, vermits er geen andere mogelijke bronnen voor deze print bekend zijn, terwijl deze print wel het directe prototype lijkt te zijn geweest van vele andere afbeeldingen. Tot deze afstammelingen behoren onder meer een anonieme Italiaanse gravure van het beleg, als ook meerdere stadsportretten van Algiers in diverse atlassen en soortgelijke boeken. Daarnaast is de print van Antonis ook nauw verwant aan een andere kaart van het beleg, waarvan twee versies bekend zijn. Een houtsnede van Jorg Bruy de Jongere, gedrukt in Augsburg, en een gravure van Antonio Salamanca, gedrukt in Rome. Hoe deze vier verschillende prenten van het beleg van Algiers zich juist tot elkaar verhouden, is onduidelijk, maar het is opnieuw opmerkelijk dat deze van Antonis de enige is die expliciet beweert naar het leven te zijn gemaakt. Het is alom bekend dat 6 jaar eerder, in 1535, de schilder Jan Cornelis Vermeyen het leger van Karel V vergezelde tijdens de expeditie tegen Tunis. Tijdens deze reis maakte Vermeyen als ooggetuige talloze schetsen naar het leven, zoals expliciet wordt bevestigd in diverse bronnen. Na de verovering van Tunis herwerkte Vermeyen zijn ooggetuigenschetsen onmiddellijk in een prentenreeks, die thans verloren is, en 10 jaar later dienden ze als basis voor zijn beroemde tapijtontwerpen. Nog later vervaardigde Vermeyen ook een retrospectieve ets, gedateerd 1551, van de Spaanse verovering in 1510 van de Algerijnse stad Bougie. Het lijkt aannemelijk dat Cornelis Antonis in zekere zin de opvolger was van Vermeyen. Dat Antonis, met andere woorden, op dezelfde manier als Vermeyen, de keizerlijke troepen vergezelde tijdens hun campagnes in Artois in 37 en tegen Algiers in 41. Dat Antonis afbeelding van Algiers veel minder beroemd is geworden dan Vermeyens breed verspreide afbeeldingen van de Tuniscampagne, is niet verwonderlijk, omdat de expeditie tegen Algiers, in tegenstelling tot de keizers eerdere triomf in Tunis, is geëindigd in een totale mislukking. En mogelijk is de connectie tussen Vermeyen en Antonis nog veel directer, want onlangs werd deze totaal onbekende, maar erg belangrijke houtsnede ontdekt. Helaas is slechts de helft van de print bewaard, maar dit fragment is duidelijk te identificeren met het beleg van Tunis in 1535. Ze is gedrukt door dezelfde drukker, Jan Ewouds, in Amsterdam,
die ook Antonis Print van Algiers uitgaf en werd daarom ook tentatief toegeschreven aan Antonis. Of dit klopt en wat dan juist de connectie is met Vermeyen, vraagt echter nog verder onderzoek. Een andere opvolger van Vermeyen was de bekende topografische tekenaar Anton van den Wijngaarde, die in opdracht van Philips II de Spaanse troepen vergezelde tijdens hun campagnes in Noord-Frankrijk in 57 en 58. En hun wapenfeiten als ooggetuigen vastlegde in tekeningen en printen. Over de activiteiten van Van den Wijngaarde voor zijn recrutering door Philips II in 57 is weinig bekend, maar zijn vroegere werk, waaronder deze indrukwekkende ets met een panorama op Genua, suggereert dat hij toen al bekend stond als tekenaar van topografisch accurate stadsgezichten. Het blijft echter onzeker of Van den Wijngaarde reeds aan andere militaire campagnes had deelgenomen voor 57. In deze catalogue raisonné van zijn oeuvre wordt beweerd dat Van den Wijngaarde ook voordien al had deelgenomen aan meerdere campagnes van Karel V in Duitsland en Frankrijk en dat hij daar als ooggetuige tekeningen had gemaakt van een tiental verschillende belegeringen, waaronder deze van Saint-Dizier, Ingolstadt, Mühlberg, Metz, Terwaan, Ranty. Bij nader inzien echter is hiervoor geen enkel bewijs. Deze onjuiste bewering is immers gebaseerd op een reeks tekeningen in het album van de KBR, maar deze hebben niets met Van den Wijngaarde te maken. Ze werden gekopieerd naar prenten van andere auteurs. De enige militaire operaties waar Van den Wijngaarde met zekerheid ooggetuige van was, zijn deze van Philips II in Picardie in 57 en 58. Wellicht was zijn opdracht als oorlogskunstenaar dan ook niet meer dan een tijdelijke zijsprong in zijn normale carrière als tekenaar van gewone stadsgezichten. In dezezelfde jaren tekende Van den Wijngaarde eveneens vele gezichten van steden in de Lage Landen, waaronder Antwerpen, Brugge, Brussel, Leuven, Mechelen, Amsterdam, Utrecht en andere. Kort daarna bezocht hij Engeland om vervolgens naar Spanje te verhuizen, waar hij zijn beroemde reeks panorama's van Spaanse steden tekende. De meer dan 200 bewaarde tekeningen van Van den Wijngaarde bieden een uniek inzicht in de werkmethode van een Zuid-Nederlands kunstenaar gespecialiseerd in het tekenen van steden en stadsbelegeringen naar het leven. De memorabele wapenfeiten van Philips II in Picardie in 57 en 58 zijn bekend. De Spanjaarden belegeren Saint-Quentin, het Franse leger komt ter hulp, er volgt een veldslag en de Spanjaarden behalen een klinkende overwinning. Daarop veroveren ze Saint-Quentin en vervolgens ook nog twee andere Franse vestingen, Le Catelet en Ham. Het jaar daarop verslaan ze de Fransen opnieuw in de slag bij Gravelines, Grevelingen, waarna ze hun kamp opslaan bij Amiens. We mogen aannemen dat Van den Wijngaarde van elk van deze gebeurtenissen ooggetuige was en daarbij talrijke in-situ schetsen heeft gemaakt met het specifieke doel om deze achteraf als basis te gebruiken voor meer uitgewerkte prenten en schilderijen. In totaal zijn van deze militaire campagnes 7 tekeningen en 3 etsen bewaard. De 7 tekeningen behoren tot de vroegste in hun soort. Interessant is dat deze niet alleen de grote wapenfeiten documenteren, maar ook de minder nieuwswaardige logistieke operaties zoals de mars van het leger naar Ham en het legerkamp nabij Amiens. En het is opmerkelijk dat deze specifieke keuze van onderwerpen ook precies zo zal worden overgenomen in de schilderijreeksen die later aan deze campagnes gewijd zullen worden. Van den Wijngaardes werkwijze is hier in feite dezelfde als bij zijn stadsgezichten. Ook hier wil hij een waarheidsgetrouw en gedetailleerd totaalbeeld tonen van de hele site,
dat echter ook visueel overtuigend moet zijn. Daarom hanteert hij hier dezelfde voorstellingswijze als bij zijn stadsgezichten. Ook de slagvelden portretteert hij vanuit een verhoogd gezichtspunt, niet zo hoog in de lucht als bij een gezicht in vogelvlucht, maar toch te hoog boven de grond om werkelijk te bestaan. Deze slagveldpanorama's zijn dus niet gewoon naar de natuur getekend, maar kundig geconstrueerd, alsof ze getekend zijn vanuit een imaginair standpunt. Het zijn zorgvuldig uitgedachte composities, uitgewerkt op basis van in situ tekeningen, maar mogelijk pas achteraf gemaakt in het atelier. Enkele tekeningen komen in de buurt van een voltooid kunstwerk. Ze zijn uitgevoerd in pen en bruine inkt, ingekleurd met waterverf, omkaderd met een zwarte boord en voorzien van een cartouche. Telkens is deze cartouche echter leeg gebleven en de tekeningen zijn niet in detail uitgewerkt. Het is dus geen eindproduct op zich, maar eerder een prototype voor een nog meer voltooide finale tekening of print of schilderij. Andere tekeningen zijn duidelijk voorbereidende studies, zoals deze twee die de belegeringen van Saint-Quentin en Le Catelet tonen. Ze zijn wel ingekleurd en vrij gedetailleerd, maar ver van voltooid. Ze zijn getekend op een breed panoramisch vel papier en lijken ter plaatse te zijn getekend naar het leven. Maar dat was niet noodzakelijk het geval. Mogelijk zijn dit latere compositiestudies, gebaseerd op in situ schetsen die nu verloren zijn. Ze bieden een wijds gezicht op de ganse site vanuit een imaginair standpunt en werden duidelijk gemaakt ter voorbereiding van een afgewerkt totaalbeeld. De tekening van Le Catelet bijvoorbeeld is een directe voorloper van de gedrukte versie. Er zijn slechts 3 prenten bekend, alle 3 unieke exemplaren. Wellicht heeft Van den Wijngaarden er nog andere gemaakt die nu verloren zijn. Deze etsen vermelden geen uitgeversadres, maar werden waarschijnlijk gedrukt in Antwerpen bij Plantijn. Het grote formaat van de 3 prenten impliceert dat ze onder meer gebruikt konden worden als muurdecoratie. Het beleg van Ham bijvoorbeeld hing samen met andere wandkaarten in de galerij van het kasteel van de heren van Brederode in Vianen. Deze 2, Le Catelet en Ham, zijn duidelijk pendanten, met hetzelfde formaat, gelijkaardige scènes en analoge opschriften. Beide vermelden expliciet dat ze werden getekend naar het leven en gegraveerd door Van den Wijngaarden zelf in opdracht van Philips II. Van dit opschrift bestaan 3 versies in 3 verschillende talen. 2 op de prenten zelf en een 3e op een drukproef in het archief van Plantijn. Na het leven getekend en gesneden, portrait au vif et aussi engravé, ad vivum delineavit, et sua ipsius manu in ice incidit. Van den Wijngaarden's ets van de slag bij Saint-Quentin hanteert een andere visuele formule. Ze toont een wijds, horizontaal panorama dat is onderverdeeld in 3 aparte scènes. Links de stadsbelegering zelf, in het midden de Spanjaarden die de Franse troepen achtervolgen en rechts tenslotte de eigenlijke veldslag. Opmerkelijk is dat dit narratieve schema op een haast cinematografische manier wordt gecombineerd met een travel en zoom effect om de kijker dichter bij de actie te brengen. Van links naar rechts volgen de 3 scènes de troepen vanaf Saint-Quentin tot aan de grote vlakte ten zuiden van de stad, terwijl de kadrering verandert van een panoramisch gezicht op de stad en het omliggende landschap naar een close-up van het slagveld. Ongetwijfeld baseerde Van den Wijngaarden ook deze print op in situ schetsen, maar om een of andere reden bevatten de inscripties in dit geval geen ad vivum statement. Van den Wijngaarden's tekeningen en prenten stonden later model voor minstens 2 schilderijreeksen. De eerste is een reeks van 5 doeken geschilderd door zijn schoonzoon, Rodrigo Dirksen, in Spanje gekend als Rodrigo de Holanda,
geschilderd voor de zogenaamde Galleria de San Quintín in het paleis van Philips II te Valsaín bij Segovia. Opvallend is dat Rodrigo's schilderijen allemaal van de wijngaarders oorspronkelijke afbeeldingen erg nauw navolgen. De tweede cyclus is de bekende reeks fresco's in de Sala de Batallas in het Escorial, die 9 scènes omvat van de campagnes in Picardie van 57 en 58, fresco's uitgevoerd in 1590 door 3 Genuese schilders, die door Philips II werden opgedragen om hun fresco's nauwkeurig te baseren op de schilderijen van Rodrigo Dirksen. De fresco's zijn wel wat meer gestileerd en de horizontale compositie van de schilderijen werd aangepast aan het verticale formaat van de muurvlakken tussen de ramen van de galerij, maar al bij al, ondanks hun verheerlijkend karakter en het feit dat ze meer dan 30 jaar na de feiten zijn geschilderd, kunnen deze fresco's nog steeds beschouwd worden als vrij accurate weergaves van de eigenlijke wapenfeiten. Hoe dan ook, van den Wijngaardes afbeeldingen hadden duidelijk een grote autoriteit als documenten uit de eerste hand. De voorbeelden die ik tot hiertoe heb besproken lijken misschien te suggereren dat ad vivum statements enkel te vinden zijn op prenten die gebaseerd zijn op directe waarneming als ooggetuige en niet op prenten die gekopieerd zijn naar andere beelden. Dat wordt echter weerlegd door mijn laatste voorbeeld, deze prent van het beleg van Malta, uitgegeven door Kok in 1565. Het 4 maanden lange beleg van Malta door de Ottomanen was een van de belangrijkste gebeurtenissen van de 16e eeuw en genereerde talloze afbeeldingen over heel Europa, vooral in Italië, waar meer dan 50 verschillende nieuwskaarten van het beleg werden uitgegeven. De print van Kok is evenwel de enige gepubliceerd in de Lage Landen. In totaal heeft Kok een 15-tal verschillende belegeringsprenten uitgegeven. Zijn print van Malta is chronologisch de laatste in deze reeks en de enige ervan die beweert ad vivum te zijn gemaakt. Het opschrift zegt contre fait au vif, maar dat kan strikt genomen niet waar zijn. De gravure werd immers gekopieerd naar een andere print van het beleg, namelijk deze uitgegeven in Rome door Mario Cartaro. Cartaro's print is wel fidelmente ritratto, maar zegt niet expliciet al vivo te zijn gemaakt. Bovendien werd Cartaro's print, behalve door Kok, ook nog door vele andere prentenmakers geïmiteerd en ook hiervan bevat er geen enkele een ad vivum vermelding. Ze benadrukken wel allemaal dat hun prenten waarheidsgetrouw zijn, verissimo, en gebaseerd op getuigenissen uit de eerste hand. Maar Kok is de enige die de term naar het leven au vif gebruikt. Misschien omdat dit begrip in de Lage Landen couranter was dan elders in Europa. Beide prenten zijn exact gedateerd en geven al dus een idee van de snelheid waarmee dit soort prenten werd gepubliceerd, verspreid, gekopieerd en heruitgegeven. Cartaro's prent verbeeldt het vroege stadium van het beleg, eind mei, en werd uitgegeven in Rome op 20 juni. 4 maanden later al, op 24 oktober, verscheen Kok's versie in Antwerpen. Kok echter actualiseerde Cartaro's print en toont ook evenementen die plaatsvonden na de publicatie van Cartaro's print. Zo bijvoorbeeld is bij Cartaro hier het fort Sant'Elmo nog niet aangevallen, maar dit fort werd bestormd en veroverd op 23 juni. En dit is correct weergegeven op de print van Kok, die de gebeurtenissen afbeeldt tot midden juli. Welke bron Kok hiervoor gebruikte is niet duidelijk. Er circuleerden op dat moment in de Nederlanden al veel Italiaanse nieuwskaarten van het beleg van Malta. In vergelijking met Cartaro's vrij levenloze scène is deze van Kok erg levendig en in die zin au vif. Maar wellicht gebruikte hij deze term ook omdat de print nauwgezet was gekopieerd naar een betrouwbare bronprint uit de eerste hand.
Tot besluit, wat leren deze voorbeelden ons nu over de term ad vivum naar het leven? Ten eerste, de belegeringsprenten in kwestie zijn eerder picturaal dan cartografisch van aard. Ze zijn misschien wel gebaseerd op opmeting, maar streven altijd naar visuele gelijkenis om de toeschouwer de illusie te geven het beleg voor zich te zien. Dit is een fundamenteel verschil met de orthogonale plattegronden die ingenieurs tekenen van dezezelfde belegeringen en waarin topografische precisie de voorrang krijgt. Ten tweede bieden deze prenten allemaal levendige afbeeldingen. Ze tonen troepen die marcheren, soldaten die vechten, vrouwen die koken, kanonnen die schieten en talloze andere figuratieve genre details om de scène tot leven te wekken voor de toeschouwer. Samen zorgen deze optische voorstellingswijze en de toevoeging van levendige details ervoor dat de toeschouwer zelf een ooggetuige wordt. Ze maken de afbeelding levensecht. Een cruciaal verschil met de geabstraheerde analytische belegeringskaarten die opgang maken in de 17e en 18e eeuw. Deze levensechte manier om stadsbelegeringen voor te stellen was weliswaar zeer courant en zeker niet beperkt tot deze aangeduid als ad vivum, maar mogelijk diende deze term ook om deze kwaliteit te benadrukken. Impliceert de aanduiding naar het leven nu ook dat de auteur van de print zelf een ooggetuige was van het beleg in kwestie? Wel, soms, maar niet altijd. Zelfs onder het beperkte aantal voorbeelden dat hier werd bestoken, komen alle mogelijke scenario's voor. Sommige zijn zeker wel door een ooggetuige gemaakt, andere zeker niet, en van nog andere weten we het gewoon niet. En dan zijn er ook nog deze die zeker wel door een ooggetuige werden gemaakt, maar dat niet expliciet vermelden. Maar van elk van deze prenten is de ad vivum-verklaring zeker wel waar in de meer algemene zin dat de auteur wel bewust een inspanning heeft gedaan om een getrouwe gelijkenis te maken van zowel de topografie als de gebeurtenis. Deze gelijkenis kan gebaseerd zijn op persoonlijke waarneming als ooggetuige of op een bestaande afbeelding die de auteur betrouwbaar en accuraat genoeg vond om het label ad vivum te verdienen en die zelf op haar beurt al of niet was gemaakt naar het leven. Dank u wel voor uw aandacht.